Nou jongens, super spannend. Wij hebben dus spontaan een wintersport geboekt. Het begon toch een beetje te kriebelen bij Dennis. Ik kan nog niet echt skiën vanwege mijn keizersnee, maar Dennis die wilde heel graag op wintersport. En we konden niks vinden. En de enige goede week dat we op vakantie konden is de carnavalsweek. Dus alles is super duur. Nou, ik had natuurlijk deze keer best wel wat eisen vanwege die kleine meid. Want we gaan dus met z'n drietjes. Het is onze allereerste vakantie. Super tof. Maar ik wandel dus nu naar mijn dorpje, want waar ik dus even 3 dagen voor vertrek achter kwam. Mijn kind heeft natuurlijk gewoon een paspoort nodig. Oeps. Mag je dus met je linkerarm onder haar kontje? Deze? Ja. En dan kun je dus haar opvangen. Ja, zo ja. Oh, ga je toch nou al uitsteken? Ja, mag je haar proberen? Je mag er best wel wat dichter bij je trekken hoor. Oh, ja? Ja, zo ja. Ja, kijk, heel goed. En als er een vinger zichtbaar is, dan kunnen we ze straks allemaal wegstoppen. Heel goed. Ja. Hey, is dit je eerste pasfoto? Ja. Hallo. Ja, nee, keurig. Kijk, ze kijkt echt helder. Mijn handen zitten echt heel erg. Ja, dit kan ik zo wegwerken. Nou jongens, net aan op tijd, maar dit is hem dan. De paspoort van Charlotte. Kijk nou hoe schattig. Nou, die pasfoto. Best wel gek hè, dat je dus 5 jaar mee moet doen. Maar ja, waar ben ik aan begonnen? Ik ben dus aan het pakken. En sta ik er wel eigenlijk onbekend dat ik niet zo... I don't travel light. Dus ik heb altijd heel veel shit bij me. Dus ik dacht, oké, ik neem nu gewoon alleen maar noodzakelijk mee. Van alles maar één. Doe wel een handwasje daar. Nou, dit heb ik dus voor Charlotte klaargelegd. Het zijn eigenlijk 6 setjes pyjama's en 6 setjes kleding. Waarbij ik ook kan mixen en matchen. Dus vestjes erbij voor het laagjes effect. En wat sokjes en majo's. De skipakje heb ik ook bij me. En ik heb nog wat warme overalletjes. En deze shit moet dus allemaal nog opruimen. Er liggen spullen klaar om mee te nemen. Dat zijn onze wintersportkratten. Dus dat is al wat ik hier laat. En dan heb ik hier nog een tas met overnachtingsspulletjes erin. Met name om haar lekker te kunnen douchen en te wassen. Er komt nog een toilettas bij uiteraard. En dan deze koffer. Die moet ik nog even dicht zien te krijgen. Zonder de harmonica. Dat is altijd een beetje een doel van mij. Maar daar zitten extra dekentjes, een lakentje. Door hydrofiel doeken al onze wintersportkleding. En ons ondergoed, thermokleding, alles. Dus op zich ben ik al een heel end. En dan heb ik dus nog deze koffer over voor haar kleding en onze kleding. En komen er ook natuurlijk nog skischoenen en snowboardschoenen bij. Dus ik hoop maar dat het gaat passen. Nou, de planning was dus om tussen 4 en 5 weg te rijden. Dat werd 6:30. Auto echt helemaal volgestouwd en er kan echt geen millimeter meer bij. En we gaan dus op de Bonnefoy een hotel boeken. En doe ik altijd eigenlijk met booking.com. Omdat ik gewoon niet per se op een bepaald tijdstip ergens wilde zijn met haar. En liever wat speling. Nou, we hebben dus een kamer geboekt. Gewoon vanuit de auto op basis van waar we waren of zijn. Dus hallo, het ziet er goed uit. 4 sterretjes. En een mooie kamer. Charlotte die slaapt nog steeds. Moet alleen nog even een babybedje regelen, maar so far so good. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen in het vreemde grote reisbed? Je hebt het super goed gedaan. Net als thuis. Gaan we lekker wassen en aankleden. Beetje provisorisch, maar we kunnen dit. Nou, we zijn al een heel eind op pad. Vannacht is zo ontzettend goed gegaan. Het is me echt 100% meegevallen. We hebben wel een beetje geklooid met de tijden. Dus we zijn op een gegeven moment gestopt om te gaan eten. En Charlotte hebben we toen maar wakker gemaakt. Daar ben ik echt op tegen. Maar ik denk, ja, ze moet toch eten en ook een beetje binnen de ritme blijven. En toen kwamen we aan, een uurtje na het voeden, kwamen we aan in het hotel. En ik heb haar in de pukkenbaby, oftewel ik zeg altijd in haar dwangbuisje gestopt. En ze was helemaal lief, leuk en aan het lachen en aan het kletsen. En vervolgens hebben we er in het reis, of tenminste ja, zo'n opklapbedje wat je krijgt, zo'n kinderbedje in het hotel gelegd. Dus ze vond het helemaal leuk, ze zat helemaal te lachen. Ik denk, nou, dit moet ik vaker doen. Charlotte werd wakker en die schreeuwde moord en brand net toen we de grens overreden. En er staat onwijs een file bij de, of na de grens. Dus van Oostenrijk. Maar ik heb haar eventjes, we hebben haar even gesust en we zijn eventjes met haar aan het zingen en aan het kletsen. En ja. Ze kijkt haar oogjes uit.
Dus we hopen zo direct meteen weer door te kunnen. Oh jongens, we zijn aangekomen in het hotel en we moeten meteen aan tafel, want het eten was maar tot 7:30 en het is inmiddels al 8:00. En ik had van tevoren gebeld dat we later kwamen. En om eerlijk te zijn stort ik echt helemaal in. Rond 7:30 begon ze keihard te huilen en er was nergens plek om te stoppen. Er was file en de brandweer die had de enige afrit afgesloten. Dus we moesten doorrijden en ze begon zo hard te krijsen. En ja, dat doet ze zelden. En mijn hart brak echt. En ik had me keurig aan de 6 minuten huilen. Dat voor mij maximaal mag. Dat moet je dan voor jezelf bepalen. Hè? Nou ja, leg ik allemaal nog wel later uit waarom ik dat doe. Maar goed. Ik ben op een gegeven moment de gordel losgedaan en we reden stapvoet. En ik ben achterstevoren gaan zitten en ik ben haar gaan troosten. En na een kwartier of zo viel ze gelukkig eigenlijk in slaap. En ik brak toen gewoon. Ik ben echt zo labiel sinds dat moment. De hele tijd huilen. Het is gewoon heel erg vermoeiend, denk ik, die reis. Maar het is wat het is. Nou, ik heb dus de kamer nog niet laten zien. Het is ook echt een bende, maar toen dacht ik, ja, zo is het nou eenmaal. Dit is zo'n tafeltje waar je je koffer op moet zetten en zo. Nou, dat heb ik gewoon haar verschoontafeltje van gemaakt. We hebben een lekker grote kast. Dit is ons bed. Netjes opgemaakt door de schoonmaaksters. Prachtig mooi. Deze bank wil ik ook. Nou, dit is dus haar bedje. Het is echt heel netjes, heel schoon. Ik heb gelukkig haar eigen lakentjes en dekentjes meegenomen. Want ja, je krijgt hier gewoon lekker een dikke dekbed. Nou, en dan hebben we ook nog een heel mooi balkon. En een echt onwijs mooi uitzicht. Ik zal het even laten zien. Kijk. Hallo Alpen. Nou, en de badkamer jongens. Die wil iedereen thuis ook. Het is gewoon echt zo'n Oostenrijkse kneuterigheid. En ik ben dus ontzettend blij dat ik dat ding heb meegenomen. Want daar kan ze dus mee douchen. Want ik had ook heel fanatiek het badje meegenomen. Maar ja, zoals je ziet is daar hier niet echt plek voor. Nou, wij hebben dus de verouderde kamers. Maar echt, het is brandschoon. Er is geen plekje te vinden hier wat niet netjes is. En Charlotte die is wakker. Hé hey, Gietje. Ben je wakker? Zitten we dan, jongens? Woe, woe! Een party morgen met Charlotte. Allemaal aan de fles. Ja, jongens, bewijs ik toch weer eventjes dat wandelen echt ontzettend gevaarlijk is. Nee hoor, ik dacht, ik ga lekker een pad wandelen. Dan kan Dennis me later ophalen. Maar kijk, het is door de warme weer sneeuwwijs dik geworden. Dus in plaats van dat ik haar nu lekker kan duwen, moet ik er dus het stukje wat naar boven loopt, hier, moet ik er zo trekken. Nou, in ieder geval wel weer mijn workout te pakken. Maar het is wel een prachtig uitzicht. Dat dan weer wel. We zitten in de auto. We gaan even naar Italië. Dat is het leuke aan in Oostenrijk zijn in de buurt van de grens. Dan kan je gewoon even switchen. En vanmorgen heeft Dennis, of tenminste de hele dag, heeft Dennis lekker geboord. En ik ben thuis gebleven in het hotel. En even wat rust voor Charlotte. Want ja, ze heeft natuurlijk de heenweg gehad. En gisteren heel veel naar buiten geweest en gewandeld. En al die indrukken. Dus ik dacht, nou even een rustdagje. En ja, ze viel heerlijk in slaap tussen de middag. Dus ik ben ook even gaan slapen. Hence the little eyes. Nee, ik had het echt even nodig. Ik had in de auto, was voor mij achteraf ook heel erg vermoeiend. En had ik eigenlijk niet echt ingeschat. Want je denkt, ja, je zit de hele dag. Maar het was toch best wel ook voor mijn lijf intensief. En ik had ook wel een beetje last van mijn litteken, van mijn keizersnee. En ik krijg net gefluisterd te horen, we zijn in Italië. Dus we zijn de grens over. Niet mee? Ja, doe maar op hoor. Goedemorgen jongens, het was een kort nachtje voor mij.
We gaan even lekker steriliseren in de keuken. Yay! En we gaan nu even naar het ontbijt. Ik zal het je even laten zien. Het ziet er goed uit. Lekkere broodjes en eitjes met spek. Hier allemaal lekkere fruitjes en heel veel lekkere cakejes vooral. Heel goed voor het ontbijt. Vleeswaren. Dit is het restaurant en wij zitten zelfs daar in het hoekje. Echt ideaal. Lekker rustig. Leuke buurtjes. Zo. Morgen! Oh jongens, moet je nou mijn lippen zien? Doet zoveel pijn. Het is helemaal uitgedroogd en pijnlijk. Ik smeer het echt elke dag heel goed in hoor, maar... Auw. Gisteren waren we dus naar Landhek en ik had gegoogeld, of tenminste op Maps gekeken. En er was een CNA en een DM, dus ik denk, nou, dit is leuk, we gaan winkelen. Nou, het was zo saai dat ik zelfs vergeten ben te filmen. Dus nadat ik de CNA heb doorgespit, waar overigens niks in haar maat meer was, ben ik even langs de DM geweest. En dat vind ik echt wel een walhalla. Ik weet niet of je wel eens in Duitsland bij de drogisterij komt, maar DM heet die. En daar is alles zo goedkoop en zo leuk. En ze hebben ook allemaal weer andere merkjes en dingetjes. Dus altijd leuk om heen te gaan. En ik heb ook alweer een heleboel gekocht. Waaronder haarlak, zodat ik nog een dagje met deze dode krullenbos kon rondhobbelen. Maar goed, Landhek was dus geen hol aan. Het was onwijs saai, toen zijn we een stuk gaan wandelen, want het was wel heel mooi weer, lekker in de zon. Ben ik ook vergeten te filmen overigens. Maar dat eindigde dus in een industrieterrein. En toen moesten we dezelfde route weer terug. En dat vind ik ook altijd zo'n domper. Daar hou ik helemaal niet van. Dus, maar goed, anyway, we zijn lekker buiten geweest, lekker frisse lucht. We hebben weer wat ontdekt, zullen we maar zeggen. En het was in ieder geval heel erg gezellig met z'n drietjes. En ik moet ook zeggen dat ik hier ook wel echt continu me realiseer hoe soort van magisch het is dat we met z'n drie op vakantie zijn als gezin. Zo gezellig. In de skibus. Ik ben helemaal buiten adem, want de mevrouw van het hotel zei, ja, als je hier even naar boven rent, dan is de bus er zo. Oké, even naar boven rennen met mezelf. En een wagen. Met nul conditie. Maar goed, ik zit erin. En de zon schijnt. En Charlotte slaapt. Ik zeg vink, 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 vink. We gaan heen. Naar boven. Yay! Voor de allereerste keer in de cabinebaan. Ik vind het spannend. Charlotte slaapt. Gaande. Pak mee een skipas. Hallo. Ja hoor. Yay, dank je. Goed, daar gaan we. Dat is einfach. Links voorbij. Mijn collega schaut drüben schon. Ja? Oké, dank je. Oh jongens, zo oh, jongens. Spannend. Goed. En dan? Niet wegrennen, hè? Nou, daar gaat die meneer met mijn dochter. Er wollte nur auf dem Video drauf sein. Ja, oh nein, das ist ein... Danke. Oh jongens, ik zit in de skilift. Ik word er een beetje emotioneel van. Ik laat gewoon gauw Dennis zien. Ik ga naar boven en ik vind het normaal altijd wel een beetje eng. En nu vind ik het helemaal spannend met mijn kind. Gaan we. Ik wil er niet uitvallen. Wauw. Dit heb ik gemist. Ja. Van een dag op. Oh, zo heb ik die over de gezicht of over de wagentje? Ja, ik wil er wel goed zo doorslaan. Ik heb toch wel een beetje last van mijn oor hoor. Ik ben toch ook wel bang dat zij dat heeft. Kijk, dit eind gaan we dus nog omhoog. Ik vind het spannend. Nou, daar gaan we, liefie. Boven op de berg zijn we. Naar boven gaan met de lift eng. Maar nu moeten we dus nog naar beneden. En dan, dat vind ik eigenlijk nog enger. Maar we kunnen dit. Ik vind het zo eng. Charlotte niet, die slaapt gewoon lekker door. Misschien moet ik dat ook maar gaan doen, een tukje in de lift.
Zo, het is vandaag niet zo ontzettend lekker weer. Maar we dachten, weet je wat? We gaan lekker wandelen. Een dikke regenbui. Of tenminste, het sneeuwt. Alleen, nu regen. Of, ja, het verandert in zeg maar nat sneeuwregen. En het is nog steeds leuk hoor, om te wandelen. Maar ik moet zeggen, ik vind het wandelen dus echt heerlijk in de Alpen. Maar het is toch nog best wel pittig. En dan merk je toch wel dat die keizersnee, of zoals ze hier zeggen, keizersnitten, dat het niet zo lang geleden was. Maar we hebben een lekkere workout. Nou, ik ben nu in de skibus terug naar het appartement, hotel. Ik zeg het steeds verkeerd. Want Charlotte wordt zo waarschijnlijk wakker, want die moet gewoon eten. En ik moet eruit. Maar wat ik dus echt wilde zeggen is dat ik heb besloten om niet meer te gaan skiën. En ja, eigenlijk de reden was dat ik op het terras zat en twee keer heel hard moest niezen. En het deed zo ontzettend pijn aan mijn buik en aan mijn litteken. Dat ik dacht, als dat van niezen al gebeurt, weet je maar van niet. Volgend jaar. Nou jongens, vandaag zit de laatste dag er alweer op. Ik ben net lekker met Charlotte meegaan met Dennis naar de lift. En daar is een lekker terras, heb ik buiten gezeten. En heerlijk in de zon trouwens, echt verrukkelijk. En lekker keizersmarren gegeten, want ja, als je in Oostenrijk bent, dan doe je dat. En ik had de hele week eigenlijk nog niet op. En nou, ik ben nu even terug op deze pittoreske kamer, die ik niet zal missen, zeg ik eerlijk. Samen met Charlotte even voeden. En wat een week. Ik vond het wel echt heel heftig. Ik vond het echt fijn. En bij elk zonnestraaltje kreeg ik zowat weer kraamtranen van geluk. Omdat ik hier kan zijn als gezin. Met z'n drietjes. En dat vond ik heerlijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel heel erg dubbel. Want ja, met een babytje op reis is gewoon hard werken. En ik kon natuurlijk niet skiën. Ik wilde ook nog niet skiën. Ik zat heel erg te twijfelen om vandaag nog te gaan. Dus helaas nog niet op de lange latten geweest dit jaar. Maar ook dat is helemaal niet erg. Ik heb het er allemaal voor over. Maar ik vond het wel eventjes jammer. En ik heb alle koffers al ingepakt. We moeten alleen dus nog onze skispullen inpakken. En de kleren die we vanavond naar het eten aandoen. En dan willen we vanavond alvast de auto in gaan ruimen. Nou, dit is de auto. Hier staat een koffer voor. En als ik dan voor wil zitten, dan... Kijk, ik ga daar dan zitten. Dan gooien we de boel om. Zij zit veilig met lekker veel ruimte. Achterbak heeft helemaal volgeladen. We're good to go. Hoi. Oh, nou, de eerste pitstop. We zijn over de grens, zijn inmiddels in Duitsland. En so far so good. Ik hoop zo dat we niet dikke files krijgen. Hoop zo. Oh jongens, we zijn gewoon meer dan 12 uur onderweg. Het is echt, de verwachte aankomsttijd is bijna middernacht. Ik ben echt gaar. Dennis ook, die heeft de hele weg gereden. We hebben om de 3 uur zijn we gestopt. Zeker ruim een uur, soms anderhalf uur van Charlotte, dat ze even goed bij kon komen. En even lekker kon spelen, kon knuffelen en lekker eten. Maar jeetje, we hebben storm onderweg gehad, we hebben file gehad, werk aan de weg. Ik wilde nog stoppen en naar een hotelletje, maar Den zei, joh, we zijn er bijna. En het is ook wel zo, maar echt... We hebben er, ik hoor net, we hebben er totaal van 16 uur over gedaan. De langste rit ooit. Nou jongens, we zijn weer. We zijn weer thuis. Home sweet home. Echt hoor. Ik bedoel, vakantie was echt heerlijk. Maar er zijn toch wel gewoon praktische dingen die je mist. Zoals een eigen magnetron om je spullen te steriliseren. En de ruimte. En gewoon een eigen kamertje. Zou ik het weer doen? Zeker weten. Ik vond het zo leuk. Het enige wat ik... Wat ik wel anders zou doen, de volgende keer zou ik niet in zo'n drukke week gaan. En dat niet omdat het druk was hoor, want waar wij zaten was geen kip. Of dat is niet waar, het was gewoon rustig. Maar het was een hele dure week. Dus we konden daardoor, ja, qua budget konden we niet echt alle kanten op. En we eindigden dus ergens waar we normaal niet zo snel voor zouden hebben gekozen. En dat zat hem eigenlijk met name in het hotel. Het hotel was trouwens heel fijn. Het was mooi, het was schoon, de mensen waren super lief. Maar... het lag zeg maar in een dorpje van niks. Dus er was, ja, er waren 3 winkeltjes of zo. En er was niet echt een leuk dorpcentrum. En ja, als ik dan niet ski, dan had ik het wel leuker gevonden om in een wat gezelliger dorpje te zitten. Dat ik lekker kon wandelen. Ik kon ook niet echt wandelen naar de skilift. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat zou ik de volgende keer wel anders doen. Maar ja, wat betreft met een baby op reis. Ja, het was pittig. Maar de hele dag thuis zijn met een baby is ook pittig, weet je. Het is gewoon...
Je hele leven staat op zijn kop. Alles is veranderd. En je moet continu improviseren. En ik kan heel veel met één hand opeens. Omdat ik in de andere hand mijn baby vast moet houden. Dus ja, wat dat betreft. Nee, denk ik ja. Of ik nou hier ben of daar. Maakt het ook niet uit. Wat ik ook heel fijn vond trouwens aan de vakantie. Is dat elke dag. We hadden een half pension. Dus elke ochtend stond het ontbijt klaar. En elke avond het avondeten. Dat vond ik echt zo fijn. En zo'n luxe. Dus ja, misschien zit je niet zozeer op zo'n lange autorit te wachten. Maar dan zou ik zeker zeggen van nou, ga gezellig naar een hotelletje of een pensionnetje in de buurt. Weet je, op een paar uur rijden nog in Nederland of net over de grens. Ga daar dan gewoon lekker heen. Want je komt wel echt tot rust door gewoon dat soort dingen voor je laten doen. En dat geeft je een soort van verplichte rust. En dat was voor mij heel goed. Maar goed, ik ben dan, ja, misschien ligt het allemaal weer mee. Anyway, ik heb genoten. Het was heerlijk. Onze eerste vakantie met z'n drietjes om nooit te vergeten. Echt nooit te vergeten. En ik zeg altijd, weet je, memories last a lifetime. Dus ja. Ik hoop dat je genoten hebt van mijn vlog. Ik vond het super spannend om te maken. Ik heb ook volgens mij de helft niet opgenomen. En wel leuke dingen hoor. Maar ik moet er eventjes nog aan wennen. Laat ook eventjes weten wat jij ervan vindt. Of wat je graag wil zien een volgende keer in de volgende vlog. En abonneer je eventjes op mijn kanaal. Want dan zie je ook alle volgende filmpjes voorbij komen. Ik zie je online.